Hallo Pritvippers, vandaag een bizar onderwerp, echt waar. Mensen, er is iets vreselijks gebeurd en het idee is gewoon heel naar. Vandaag is er dus een aanslag gepleegd in Brussel. Toen ik het hoorde dacht ik, waar zijn we mee bezig, serieus? Er zijn gewoon 34 levens omgekomen. In Brussel. Ze zeggen wel dat het met het geloof te maken heeft, maar daar geloof ik dus echt niet in. Sorry daarvoor, dat is gewoon niet zo. De mensen die geloven, die denken hetzelfde wat ik nu denk. Om het doden van mensen. En het is gruwelijk om te horen. Het is gruwelijk om het te bedenken zelfs. Want mensen dood je niet. Maar ja, sommige mensen beseffen dat niet in hun hoofd of kop. Hoe we dat ook moeten noemen. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben zelf niet gelovig. Echt niet. Ik geloof in niks. En het maakt niet uit of je gelooft of niet. Dat je dat zo doet. Dan heb je echt geen hart. Dan heb je echt geen ziel. Dan ben je raar, ben je eng. Ieder mens is gelijk. En accepteer hoe mensen zijn. Leef met de mensen mee die het dus nu heel moeilijk hebben. Dat is wat ik wou zeggen. Maar toch wou ik een soort van verhaal erbij vertellen. En mensen zijn nu bij elkaar en steunen elkaar. En dat is de mensheid. Zo zijn wij. Dat vind ik zo tof van de mensheid. Dat als je verdrietig bent of als je niet blij bent, dat er mensen voor je zijn. Ik ben er voor jullie, echt waar. Ik ben er voor jullie. Ik denk aan de mensen die het dus super moeilijk hebben. De mensen die zijn gestorven. En de 200 mensen die dus nu in het ziekenhuis liggen voor een stel klootzakken die denken dat ze een aanslag kunnen plegen. Het is bizar, maar het is gewoon zo. Nogmaals, ik leef met de mensen mee en alle comments zijn welkom hier beneden. En ik wil graag weten wat jullie mening ervan is en alles is welkom. Ik ga niet vragen of jullie willen abonneren, want dat is gewoon niet het ding wat ik wil laten zien. Liken. Doe het gewoon voor de naam bestaande. Laten we gewoon lekker veel likes halen. En ja, dan zie ik jullie weer morgen. Nou, ik ga.